In deze editie van de Survidentie-serie laten wij kunstenaars aan het woord. Ook zij delen met ons hun ervaringen en gedachten, nu 45 jaar later. Kunstenaars Rinaldo Klas, Kurt Nahar en René Tossari hebben de Survidentie-viering in 1975 op het Onafhankelijkheidsplein ook meegemaakt. Elke kunstenaar heeft een andere kijk op de onafhankelijkheid en het is ook te merken aan hun kunstwerken. Wij vroegen ze waar ze op die bewuste dag waren en hoe zij terugkijken hierop. 45 jaar geleden, ik was in Suriname, Onafhankelijkheidsplein. En het was een mooie tijd, het was een mooi gebaar. En dat gevoel en dat mooie ding wat we toen hadden, allemaal bij elkaar met een Surinaamse vlag. Ik heb het meegemaakt, dus het is een deel van mij. En hoe kijkt u dan zelfs terug op 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid? Natuurlijk, ik heb al uitgelegd van, het is een beetje, er is een groei. Weet je, want dingen die zeg maar toen, de straten die met zeg maar schelpen waren, zijn geasfalteerd. Betegelde wegen, weet je. Maar aan de andere kant, economisch moeten we wel voor zorgen. Dus dat we goed met het land omgaan, zodat de mensen beter van worden. Nou, het is inderdaad heel wat gebeurd. Positief en zeker ook negatieve zin. Maar ik ben dankbaar dat we inderdaad nu deze 45 jaar kunnen afsluiten om met positievere zaken die nieuwe 45 jaar tegemoet te komen. Een heleboel, omdat wij toch niet hebben bereikt wat wij als Surinamers willen en verlangen. En dat is een vrij, toch wel welvarend en een land waar wij met z'n allen gelukkig kunnen zijn. We hoeven niet rijk te zijn, maar om abing, voor Kangomoro Fara. Maar ik kan je zeggen, 45 jaar, we zouden nog beter kunnen zijn. De kunstenaars zijn van mening dat op basis van de beloften toen Suriname nu veel verder had moeten zijn. Ondanks alle mooie en minder mooie momenten die Suriname heeft gekend, blijven de kunstenaars optimistisch en hebben daarom ook een gepaste Survidentieboodschap voor de Surinaamse samenleving. Blijf focussen. Blijf van het land houden. En maak en doe goede dingen voor het land. We houden van Suriname. Als je nagaat vanaf de slavernij, hoe de mensen hier naartoe zijn gekomen, tot zeg maar contractarbeiders, weet je, en nu hebben we een moderne Suriname. Je kan niet meer denken zoals toen, maar je moet weten waar je vandaan komt om goed met het land om te gaan. Dat is in feite ons voordeel, dat we naar elkaar omkijken. En ik hoop dat we ook door deze moeilijke omstandigheden elkaar zullen blijven omarmen. Maakt niet uit van welke politieke partij je bent, zolang je het goede voor over hebt voor het land en voor alle bewoners van het land. We moeten streven naar een totale inzicht van dat wij het eigene nog steeds sterk moeten maken in onszelf. Want dat is ten slotte de betekenis van Survidentie. Imde Yusrevi, het is een natie. Dat betekent dat je dus je eigen dingen moet doen. Probeer het zoveel mogelijk, je eigen dingen te doen. Kunstenaars René Tossari, Kurt Nahar en Rinaldo Klas met hun kijk op 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid.